waterlandschaps waarbij Zeeland en een groot deel van Brabant onder water kwam te staan. Op 21 februari 1953 werd de Delta-commissie opgericht met als doel een plan op te stellen om rampen als deze te voorkomen. De stormvloedkering van de Oosterschelde is het meest indrukwekkende waterkeringbouwwerk van Nederland die in 1986 in gebruik werd.